aan de hand van deze video iets meer duidelijkheid kan brengen. En ik hoop ook, uit de grond van mijn hart, want ik ken ook niet alles van ziektes, maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik jullie een heel klein beetje kan helpen om die schimmels uit jullie aquarium weg te krijgen op het ogenblik dat ze voorkomen. Sunshineers, welkom terug bij het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Mijn naam is Dominic Maas. Met mijn kanaal is ik bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het huiden van aquarium naar jullie toe. Vandaag wil ik het hebben met jullie over schimmels bij vissen. Heel vaak zie ik schimmels voorbij komen online en heel vaak zie ik daar de meest bizarre adviezen rond. Ik hoop dat ik aan de hand van deze video iets meer duidelijkheid kan brengen en ik hoop ook uit de grond van mijn hart, want ik ken ook niet alles van ziektes, maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik jullie een heel klein beetje kan helpen om die schimmels uit jullie aquarium weg te krijgen op het ogenblik dat ze voorkomen. Ik ben heel benieuwd wie van jullie er reeds een schimmel gehad heeft bij zijn aquariumvissen. Laat het zeker weten in de comments hieronder of jullie al ooit te maken hadden met schimmel op jullie vissen. Ik bedoel dus niet schimmel op het hout dat je net in jouw aquarium hebt gedropt. Ik bedoel dus niet schimmel op eitjes bijvoorbeeld van vissen. Maar ik bedoel echt op de vissen zelf. Een schimmel op de mond, ergens op een vin of iets dergelijks. Laat het zeker en vast weten in de comments hieronder. Vergeet zeker en vast ook niet te abonneren en als je al geabonneerd bent, klik dan zeker en vast op het duimpje omhoog. Abonneren heeft als voordeel dat je automatisch op de hoogte gebracht wordt van meldingen als ik een nieuwe video upload en al zeker en vast als je geklikt hebt op dat belletjes-icoon. Saprolegnia, de meest voorkomende schimmel die we kunnen vinden in ons aquarium en zelfs in vijver. Saprolegnia is een schimmelinfectie die vooral secundair is. En daar wil ik absoluut nu al nadruk op leggen van in het begin. Meestal is een schimmel een secundaire aandoening. Heel belangrijk als het secundair is, je moet de oorzaak gaan aanpakken. De oorzaak kan van alles zijn. Dat kan een vis zijn die zich ergens heeft, verwond aan een stuk decoratie of door agressie een wonde heeft. Als die vis een schimmelinfectie krijgt, ja, dan is het vrij eenvoudig. Moet je de oorzaak wegpakken, kan je de oorzaak wegpakken in dat geval. Moeilijk te achterhalen natuurlijk. Maar het kan even goed zijn dat een schimmel zich vormt op een plek die door een bacteriële infectie wordt aangetast, of zelfs door een parasitaire infectie. Als je dus een wondje hebt in slijmhuid en eventueel zelfs huid, daar zal een schimmel zich gaan nestelen, als het ware. Het kan dus, zei ik net al, zowel bacterieel als parasitair zijn. Daarom ook is het niet correct als je onmiddellijk gaat roepen, jouw vis heeft een schimmel, doe een antiparasitair middel. Of... Jouw vest heeft een schimmel, doe een antibacterieel middel. Dat is niet altijd juist, dat is niet altijd correct. Dus het is dus belangrijk te gaan weten wat de primaire oorzaak is van jouw probleem. Is het agressie? Totaal andere oplossing. Enkel de schimmel gaan wegwerken, is voldoende, want de oorzaak kan je niet altijd aanpakken. Is het bacterieel? Pak de oorzaak aan. Schimmel zal automatisch wel weggaan of behandel de beide: bacterieel en tegen de schimmel wat prima kan met verschillende medicijnen. Is het parasitair, pak die parasieten aan en die schimmel of beiden tegelijk als dat kan. Hoe kan je nu schimmel gaan herkennen? Vrij eenvoudig, het lijkt een wattige prop, een paar haartjes, pleusjes die op jouw vis staan. Als je dat hebt, heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met een schimmelinfectie. Helaas is het vaak zo dat het kan verward worden met ciliata. Ciliata noemt ook wel de valse schimmelziekte, is niet noodzakelijk een schimmel, moet ook totaal anders behandeld worden. Uitwendig gezien kunnen we het dus gaan herkennen aan verschillende wattige propjes. Ze kunnen ook inwendige schimmelziektes hebben, kunnen wij helaas niet extern zien en moeten we microscopisch gaan kijken. Bij inwendige schimmelziektes is het namelijk zo dat je eerst de schimmel zal hebben en een gevolg daarvan zou kunnen zijn een bacteriële of een parasitaire infectie waardoor jouw vissen gaan sterven. Hoe kan je nu schimmel gaan behandelen behalve dan proberen de oorzaak ook aan te pakken? Acriflavine is een van de medicaties die kan gebruikt worden om een schimmelinfectie te gaan tegenwerken. Nadeel van acriflavine en daarom ga ik er ook niet dieper op ingaan naar dosis en dergelijke meer, het kan onvruchtbaarheid bijvoorbeeld bij guppen, gaan Bewerkstelligen. Daarnaast zal het hoest waarschijnlijk ook een deel van jouw planten gaan vernietigen en het zal jouw aquariumwater en aquarium zelfs heel sterk gaan verkleuren. Het is zeker en vast niet het middel bij uitstek om een schimmelinfectie te gaan aanpakken. Je kan eventueel ook pure formaline gaan gebruiken: formaline van 30-40%, dus enkel en alleen formaline. Eigenlijk het gebruik daarvan is niet zo frequent. Het is meestal zo, als formaline alleen gebruikt wordt dat we dat gaan doen om het beschermen van eitjes tegen te gaan. Wanneer je formaline gebruikt om het beschermen van eitjes tegen te gaan, ga het zeker en vast niet gaan doen in de laatste dagen voordat de eitjes uitkomen. Bij heel veel vessen, maalvissen, discus, dat soort dingen meer, is het dus eigenlijk uit een boze om pure formaline of zelfs formaline in de vorm van FMC te gaan gebruiken. Het zal namelijk jouw naakweek, jouw kroost, jouw verse larven gaan doden of flinke klappen toebrengen. Nog een andere vaak gebruikte is het gewone malachietgroen of malachietgroen oxylaat zinkvrij. Malachietgroen wordt heel vaak gebruikt tegen schimmels. Hoe kan je malachietgroen gaan toepassen? Op twee manieren: ofwel een lang bad ofwel een kort bad. Ik ga enkel het lange bad uitleggen. Waarom? Omdat je dan kan gaan toepassen op jouw aquarium. Een kort bad moet je jouw vis eruit gaan halen, daar gaan behandelen, vis terugsteken. Een lang bad kan je doen door een stokoplossing te gaan maken. Je neemt 3 gram malachietgroen of malachietgroen oxilaat zinkvrij. Je gaat die 3 gram gaan oplossen in 1 liter water daarvan ga je op de eerste dag 1 ml per 100 liter aquariumwater gaan doen na twee dagen ga je nogmaals 0,3 ml per 100 of 0,4 0,3 0,4 ml per 100 liter water gaan toevoegen je houdt dat 6 à 7 dagen aan en normaal gezien zal jouw schimmel en vaak ook een deel van zowel bacteriën als Parasieten weg zijn. Houd dus rekening mee dat jouw filter een dreun krijgt op het ogenblik dat je malachietgroen gaat gebruiken. We hadden dus al formaline of formol. We hadden malachietgroen. Als je nu heel aandachtig bent, weet je welke richting ik uit ga. Het volgende is methyleenblauw. Methyleneblauw is vaak iets minder efficiënt dan malachietgroen. Van methyleenblauw gaan we 200 milligram per 100 liter aquariumwater gaan toevoegen. Iets minder efficiënt, het zal wel degelijk gaan werken. Hou er rekening mee dat alles wat in jouw aquarium zit zal blauw kleuren. Luchtslangen, decoratie, noem maar op, het zal allemaal een blauwe bijkleur krijgen. Een laatste oplossing wat we kunnen doen tegen schimmel is gaan werken met FMC. FMC kan je commercieel krijgen onder Femzee of FMC50, het laatste is vijverproduct. Het eerste is aquariumproduct. Op zich is het hetzelfde product. Met een iets andere handleiding, een iets andere concentratie. Maar je kan ze perfect allebei gaan gebruiken. Of je kan naar de apotheek gaan om FMC te laten maken. Wil je weten hoe je zelf FMC kunt laten maken in een apotheek. En bij gevolg het goede, pure spul hebben. En meestal ook een pak goedkoper gaan zijn? Kijk dan zeker en vast naar de video van morgen. Morgen ga ik jullie leren hoe je FMC zelf kan maken of laten maken door de apotheek. FMC gaan we gaan doseren in 1 ml per 100 liter aquariumwater. Dit gedurende 2 à 3 dagen, eventueel na 5 of 6 dagen gaan herhalen. FMC is zeer doeltreffend tegen schimmels, maar er hoort een hele grote maar bij. Schuploze vissen kunnen de dosering van 1 ml per 100 liter aquariumwater niet gaan verdragen. Tetras hebben er ook moeite mee. Dus als je tetras hebt, en bijvoorbeeld Botias, Pangasius, Coelys, dan wordt het heel gevaarlijk om FMC op 1 ml per 100 liter te gaan gebruiken. Ga daar een halve dosering gaan nemen. Normaal gezien is dat meer dan voldoende. En vergeet zeker aan vast niet om meer dan genoeg te beluchten. Beluchting is bij FMC zeer belangrijk. De formaline zal zorgen voor moeilijkere opname van zuurstof in water en dus bij onze vissen enzovoort. Gelukkig wordt dat deels gecompenseerd door het methylene blauw. Desalniettemin, als je FMC gebruikt, zeer flink gaan beluchten. Schimmel, kort samengevat, je kan het herkennen door. Pluizige, donzige, wattige haartjes op jouw vissen? Je kan het gaan behandelen door, ten eerste, de primaire oorzaak weg te pakken en ten tweede, het eventueel te gaan onderdrukken door een van voorgaande producten. Ik ben heel benieuwd welke van deze producten jullie reeds gebruikt hebben om een schimmel te gaan behandelen, of wie weet, zelfs om een ander doel. Bepaalde parasiet bijvoorbeeld of een bepaalde bacteriën te gaan behandelen. Laat zeker weten of je een van deze producten kent, al gebruikt hebt, waarom je het gebruikt hebt, enzovoort. Ik hoop dat je iets had aan deze video. We zien elkaar ongetwijfeld in de volgende video terug. Ik wens jullie nog een fantastische dag toe. Dag.